Nou jongens, we gaan de pizza bitterballen proberen. Ik vind het niet zo bijzonder. Nee. En dan gaan we door naar deze Tony Chocoloni repen. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer allerlei nieuwe producten uit de supermarkt uitproberen. Yes. En het zijn deze keer best wel apart. Ik denk dat deze keer wel de leukste, misschien bijna ja, producten erbij zitten. Het zijn echt aparte dingen. Ze hebben weer allemaal gekke smaken gecombineerd en zo. Ja, we zijn dus naar de Albert Heijn geweest. Normaal gaan we echt naar allerlei verschillende winkels. Ja. Jumbo, Albert Heijn. Alleen nu vonden we gewoon hier al zoveel dingen dat ik dacht, oké, we gaan het gewoon hierbij laten. Normaal zijn er inderdaad niet zoveel leuke dingen per keer. Nee. Albert Heijn, en ze hadden ook alles. Ze hadden echt alles, ja. Er zijn er 20 nieuwe dingen en dan hebben ze er 2 van of zo. Ja, precies. Want vandaag hadden ze alles. Waar ik het meest benieuwd naar ben, bijna, zijn deze nieuwe chipsoorten. Je hebt dus nu Lay's met patatje mayo smaak. We hebben dus ook nog met saté saus smaak. Oh ja, Nala zit er ook, ja, ergens. Dat dus er ook. Als je er ergens ziet. En deze denk ik trouwens, Joep, dat we meteen even in de, hoe noem je dat? In de airfryer moeten gaan leggen. Ja. Dit zijn dus pizza bitterballen van Dr. Oetker. Ik zag het voorbij komen in een filmpje en ik dacht echt, ik moet dit gewoon proberen. Ja, dit is zo raar. Al die merken zijn allemaal normale eten waar aan het combineren. Ja, ja, precies. Pizza bitterballen, ja. En je had ze dus ook met salami. Wij zijn voor margarita gegaan, want ik denk dat bij salami dat je dan dus ook echt salami... Ja, margarita is meer die echte, echte pizza smaak die we moeten hebben. Precies, anders denk ik dat je gewoon een bitterbal salami krijgt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus die hebben we. We hebben nog drinken. We hebben 4 nieuwe Tony Chocoloni repen. Ook echt veel. Andere dingen. Ja, we gaan gewoon meteen beginnen. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe ook even een duimpje omhoog. En dan gaan we trouwens ook weer steeds punten geven. Ja. En ik zal ook steeds een bedragje onder erbij zetten. We weten ongeveer nog wel een beetje hoe duur het was, toch? Ik heb het bonnetje hier niet, maar komt het goed? Waar zullen we mee beginnen? Zullen we met die chips beginnen? Ja, ik denk het wel. Ik ben wel echt heel erg benieuwd. En zo zien de zakken er dus uit. Dus dit is met mayonaise en die is met satésaus. We houden wel heel erg van satésaus. Ja, ik vind het wel lekker, maar niet in chips. Nee. Maar goed, wie weet valt het mee. Wie weet ben ik te sceptisch. Deze beginnen? Ja, ja. Het ruikt best normaal. Oh, het ruikt naar satésaus, vind ik. Jawel. Ja, dit ruikt heel erg naar satésaus. Ja. Oh, ik heb net mijn tanden gepoetst. Dat is weer zo domme, jongens. Dat heb ik echt elke keer. Ja, de nasmaak is een beetje satésaus. Mm-hmm. Ja. Dat is wel pittig of zo. Ja, klopt. Het smaakt wel naar satésaus, vind ik. Ja. Ik vind deze wel prima eigenlijk. Niet wat ik verwacht had. Eigenlijk, maar ja, het smaakt wel gewoon naar satésaus. Dus is eigenlijk wel wat je zou moeten doen. Dus, ja, maar het is beter dan ik verwacht had. Ja, het is lekkerder dan ik verwacht had. Het smaakt wel echt naar satésaus. Wat voor cijfer geef je dit? Een 8. Ja, ik denk het ook. Ik vind het best goed hoor. Je krijgt er wel dorst van. Ja, dat heb ik ook. Maar we hebben daar het drinken. Ja, precies. Oké. Frietje mayo. Hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ze zien er ook echt al super licht uit. Oh ja. Mag ik het ruiken? Ja, ik snap wel. Een beetje zuur in het, hè? Weet je wat in de smaakt? Ja, patatje joppie. Ja, meer dan mosterd. Het is een beetje zo zuur als mosterd of zo. Ja. Ik hou niet echt van mosterd. Het smaakt er wel naar. Ja. Weet je wat het probleem is? Die satésaus is veel overheersender, waardoor ik deze niet echt proef. Nee, proef je hem niet? Niet echt. Oh, maar er zit wel echt... Proef niet echt de smaak of zo. Echt niet? Nee. Nou, er zit wel echt veel smaak aan. Ik denk dat ik eerder voor de satésaus zou gaan. 100%. Ja, ik denk dat dit een 6,5 is. Op dit moment. Het is een beetje zuurig of zo. Ja, oké, wij gaan in ieder geval... voor de satésaus. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ze al geproefd hebben, maar volgens mij liggen ze echt net in de winkel. En hier staat friet en geen patat, dus daarom is het ook satésaus. Oh ja, oh, dan krijgen we die hele... Wel grappig dat ze friet en patat hebben gedaan, dat ze allebei hebben gedaan. Inderdaad. Ik ben benieuwd of jullie altijd friet of patat zeggen. Wij zeggen letterlijk altijd friet. Ja, maar wij kunnen mooi Brabant. Ja. Oké, we gaan meteen even wat drinken. Ik wilde deze eigenlijk voor later bewaren, maar ik heb best wel dorst nu. Dit is het enige waarvan ik niet helemaal wist of het helemaal nieuw was. In ieder geval bij ons wel. En Joep zei, nee, dit moeten we echt meenemen. Helemaal ik leuk. Ik wilde dit wel proberen. Het is een soort unicorn drink of zo. Het heet Unicorn Dreams. Maar wat is lover, het? Maar wat het. Is het? Zo ziet het blikje er dus uit. Ja, en eigenlijk wilde ik dit kopen omdat er allemaal regenbogen en dat soort dingen op staan. Maar het is volgens mij energy drank. Oh, is het gewoon energy?
denk het, van Low High Low. Ik vind het wel echt een grappig blikje. Ja, er staat ook Monster Kids op. Dus. Oh. Oké, jongens, het is energy drank gewoon. Ik hou helemaal niet zo van energy. Nee, ik ben daar eigenlijk helemaal niet echt fan van. Oh, het ziet er al chemisch uit. Oh, het is ook zeker chemisch. Oh jongens, de bitterballen zijn klaar. Oeh. Die moeten we lekker even halen. Ja, daar vallen je tanden wel vanuit je mond. Ja, nee, ik weet niet. Ja, het is op zich wel lekker. Ja. Wat is dit nou? Unicorn Dreams en Beauty Lover en dat? Ze hebben gewoon een fancy blikje gemaakt. Ik denk dat het gewoon een... Wat geef je dit? Zesje. Ja, ik ook. Dit is niet bijzonder. Het is, het is wel echt een grappig flesje, dat wel. Ja. Oké, zullen we dan eerst naar de bitterballen gaan? Ja. Ik ga het eruit halen. En ik ga ook wel fatsoenlijk drinken meenemen. Ja. Oké, ze zijn klaar jongens. Ik vind de verpakkingen er wel echt leuk uitzien. Ja. Maar ik vind het wel zoiets waarvan ik nu al denk, moeten ze dit nou maken? Gewoon, is dit nodig? Ja, is dit nodig? Maar dan heb ik met die chips ook. Moet je alles gaan combineren? Ik moet wel eerlijk zijn. In het filmpje waarin ik het heb gezien, zei diegene al wat die ervan vond. Oh. Dus ik ga dat nog niet tegen jou zeggen. Ja, oké. Okay. Maar ze zien er in ieder geval zo uit. Gewoon letterlijk gewoon bitterballen. Gewoon als bitterballen. Best wel prima. En ze zijn goed warm. Dus ook altijd met bitterballen. Ik denk... Je kunt bitterballen nooit eten zonder je tong te verbranden. Nee, klopt. Altijd nee, maar mijn zusje heeft volgens mij ook ooit gehad. Dan had ze zo'n kroket. Dat is ook een soort bitterbal natuurlijk. En die hele vulling kwam over de hand heen. Oh, en die had gewoon echt een... Tweede graad brand. Ja, natuurlijk. Echt niet normaal. Dat is echt super heet. Maar goed, hier komt de pizza over je hand heen. Dus ik ben benieuwd. We gaan het gewoon proberen. Volgens mij moet je eigen belangen laten staan, maar... Ja, die 2 minuten hebben ze wel bij. Ja. Oké, nou jongens, we gaan de pizza bitterballen proberen. Ja, het is wat ze zeggen dat het is. Mm-hmm. Het is gewoon van die pizza margarita. Ja. Ik kan er ook niet meer van maken. Het is gewoon een beetje van dat tomatenkaasprutje wat erin zit. Maar moet hij nou per se in de bitterballen vorm? Ja, het is wel precies wat je verwacht. Want soms heb je gewoon die producten en dan valt het gewoon tegen. Want dan denk je, oh, dit is gewoon niet helemaal wat ze zeggen, wat ze doen, zeg maar. En dat is dit wel. Het is een beetje of ze zo'n mini pizzetje gepakt hebben, maar gewoon op elkaar gefrot hebben. En dan maar gewoon, nu is het een bitterbal. In de oven. Ja, deze is het eigenlijk een beetje. Oh, die heeft Dr. Oetker ook, toch? Van die mini pizzetjes. Ja. Nou. Maar ze kunnen ook in de oven trouwens, jongens. Dus dat is wel handig om te weten. Ja, ik vind het op zich wel lekker. Ik vind het wel lekker, maar het is gewoon zo'n dingetje dat ik denk... Ik heb liever denk ik toch een normale bitterbal en gewoon een losse pizza. Gewoon om heel eerlijk te zijn. Maar ik vind het ook raar, want voor mijn gevoel kun je hier saus bij eten. Oh, ja, dat doet een bitterbal niet normaal. Een mozzarella in. Voor mijn gevoel kun je hier saus bij eten, maar het is wel ook weer heel raar om hier mayonaise bij te doen ofzo. Ja. Ja, ik vind het wel lekker, maar... Ja, het is wel wat je koopt. Ik geef het wel gewoon een 7,5, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik vind het wel gewoon echt lekker. Heb ik nou zoiets, je moet het kopen. Ik heb liever gewoon zo'n normale bitterbal, denk ik toch. Ja, of een normale pizza. Ja. Ik vind hem wel, ja, ik weet niet, wel lekkere saus. Mm-hmm. Wat gaan wij eigenlijk met die laatste drie doen? Ja, dadelijk opeten. Ja, of nu. Ja, ik vind het wel gewoon lekker. Dus ik ga ze het zeker is wel opeten. Gewoon... Oké, ik ga toch nog even een slokje energy nemen. We hebben ooit wel echt veel Red Bull gedronken, maar dat is voor mijn vodka Red Bull. Ja. Dat is echt rotzooi voor je hart, ja, hoor. Want de ene dan speed it up en de andere dan gaat het, ja. Ja, dat klopt. Al niet negen. Aan te raden. Niet aan te raden. Nee. Niet op lange termijn. We gaan door naar deze. Dit zijn dus van Milka. Ja, het is eigenlijk gewoon, het zijn eigenlijk allemaal deze. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dat weet je nog niet. Het heet mini wafers. Ja, maar zo ziet het eruit. Het ziet eruit als Maltesers. Maar dan een soort vierkant zijn ze. Zo zien ze er dus uit. Dus het zijn een soort vierkante wafeltjes. Ik was eigenlijk echt compleet vergeten dat we deze meegenomen hadden. Je ja. Ze nou uit die zak en ik denk, oh, verrek, die hadden we ook nog. Ja, ik had helemaal niet, ik denk echt dat dit een soort Maltese is. Ja, maar ze zien er zo, wacht, we gaan ze wel gaan openmaken. Ja. Maar het lijkt dat het echt van die halve kubusjes zijn. Ja. Maak ze dan gewoon goed rond. Nee, nee, want het zijn juist van die wafels. Ze zijn gewoon echt vierkante wafels. Ze zijn een beetje hondenbrokken eigenlijk. Hondenbrokken. Ja, dit lijkt ook op een hondenbrok. Ja, wel een beetje. Ja. Ja, het lijkt wel een klein beetje op een hondenbrok inderdaad. Nou, hoef hoef. Nou. Wel lekker binnenin. Geen Malteser. Het is zacht. Het is veel zachter. Het is echt zacht. Oeh, ik vind het eigenlijk wel wat hebben. Ik wou zeggen, zullen we er eentje aan de puppy geven met de chocola? Ik mag het echt niet hebben. Moeten we maar niet doen. Mijn buurmeisje vroeger,
Die had een hond en die is volgens mij overleden aan chocola. Echt? Super zielig. Ja, die had echt een heel klein stukje chocola. Echt? Ja, echt zielig. Echt heel zielig. Ja jongens, ik krijg een 8,5. Ja, een 8. Omdat ze op hondenbrokken lijken. En dan gaan we door naar deze Tony Chocoloni repen. Kostte echt een rip uit je lijf, zo. Altijd, maar deze keer niet. Aanbieding. Ja, ze zijn nu in de aanbieding. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Misschien als jullie deze video op zondag zien wel. Ja. Nu had je dus 2 repen voor 4 euro. Dus dat is wel echt goed. Ja, 4 repen voor 8. Ja, ja, ik vind het nog steeds echt duur. Maar goed. Nou, dat vind ik nog wel gewoon kunnen. Maar anders zijn ze echt bijna 4 euro per stuk. Ja, man. We hebben dus 4 nieuwe smaken. Ik vond het wel leuk om die te proberen. Sowieso, ik ben echt geen kenner als het aankomt op Tony Chocoloni chocolade. Nee, er zijn mensen die... zoveel verschillende soorten. Klopt, maar er zijn zoveel mensen die weten precies welke ze allemaal hebben. En echt? Ja, nou ja, wel ongeveer. Ik heb echt geen idee. Moet je zien hoe ze Noga geschreven hebben. Oh ja. Ze schrijven Noga toch niet? Gewoon N-O-G-A. Of is dit dan echt heel Nederlands? Ja, ik denk dat het op zich wel kan eigenlijk. Schrijft het altijd als Nougat. Ja, oké, okay, maar misschien... Ja, oké. Okay. Maar dit klinkt wel leuker. Noga. Noga. Oké, okay, we hebben dus 4 smaken. Waarmee gaan we beginnen? Ik heb allereerst melk brownie pecan. Pecan crunch caramel. We hebben hier amandel noga pretzel zeezout. Nee, caramel amandel. Caramel, caramel amandel noga pretzel zeezout. Ja. En misschien nog iets meer, maar dat past niet op de verpakking. Nee, en welke heb je nog meer? En we hebben wit framboos biscuit disco dip. Die lijkt me heel lekker. Nou, oké, okay, zo zien in ieder geval de verpakkingen eruit. Ik vind ze er echt vet uitzien. Het zijn dus de nieuwe vormen, ja, zeg maar. Een beetje druk. Ja. Maar op zich wel leuk. Oké, okay, welke gaan we beginnen? Doe maar met een van die van jou. Oké, okay, we gaan beginnen. Wel met de disco, ja, dip. Met de melk brownie pecan. Ik denk, ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Ik denk dus wel dat het donkere chocola is. Ja. Ik hou altijd wel van puur, maar... Maar het is melk, toch? Oh, is het melk? Oh ja. Er ligt een melk op. Oh ja. Maar ik vind melk en brownie heel apart. Oeh, hij ziet er wel, ja, grappig uit. Ik vind het altijd moeilijk om die dingen te breken, omdat ze allemaal zo'n figuurtjes, ja, hebben. Ja, die hebben zo'n rare vormpjes, hè? Oké. Okay. Oh, maar dit is gewoon pure chocola. Dat denk ik ook, ja. Waarom staat er dan melk op? Het is pure chocola. Mm-hmm. Ik vind het niet zo bijzonder. Nee, ik proef niks wat hem anders maakt dan een normale pure chocoladereep. Een heel klein beetje die brownie, maar echt een heel klein beetje. Er zitten brownie stukjes in, proef ik. Ja, maar ik voel dat er soms een stukje in zit. Maar niet echt, nee. Deze weet ik niet. Niks speciaals. Nee, niet echt. Oké, okay, dan gaan we door. Maar naar deze, de caramel. Welke was dit? Caramel melk pecan crunch. Aha. Dus dit is denk ik gewoon alleen met karamel erbij dan, toch? Of niet? En pecan en crunch. Oh ja. Maar hier zat ook pecan in. Echt? Ja, nou niks van gemerkt. Ik denk echt dat die andere lekkerder zijn, die daar liggen. Ik hoop dat die disco dit. Oh, het was geen knetter. Die pretzel lijkt me ook lekker. Klopt. Oké. Okay. Dit is wel echt melkchocolade. Die van net was wel echt puur. Ja. En dit is echt melkchocolade. Hier zie ik al nootjes zitten. Oh, wel beter. Oh, ik vind deze wel lekker. Ja. Ik heb nog nooit zo aandachtige chocoladereep gegeten. Ik probeer hem helemaal te analyseren of zo. Dat is moeilijk, hè? Ja. Ik proef karamel, ik proef crunch, ja, er zit wel van die pecan spullen in. Ik vind het wel lekker. Dit is wel wat ze zeggen. Ja. Ja, ik vind hem wel zeventje. Oké, okay, de eerste was denk ik een 6. 5. De tweede voor mij inderdaad 7. Oké, okay, ja, dan gaan we door naar deze. Deze lijkt me dus echt heel lekker. De framboos biscuit disco dip. Kijk, ik zal nog even goed de verpakking laten zien. Ja, ik heb echt mijn hoop op deze gezet. Ik ben altijd fan van witte chocola. Ja, dus... ik vind witte chocola. Ja, ik vind eigenlijk alle chocola lekker. Oeh, deze is wel moeilijk te breken. Oeh, deze is helemaal roze, jongens. Ja. Zo, deze. Oké. Okay. Soms heb je van die framboosrepen en er zit dan echt één, wow, pikkeltje rood in. Dit is echt, dit is echt volledig roze. Oké. Okay. En disco dip. Ja. Ik denk dat ik dit gewoon een 6 geef. Nee, 6,5. Het is wel heel lekker, maar het is wel heel chemisch. Ja, het is wel chemisch. Het is maar wel... ik vind het wel de lekkerste tot nu toe. Ja, ik weet het niet. Nee. Ik heb echt mijn hoofd nu gevestigd op deze. Het is wel een beetje of je optimaal aan het eten bent. Zoiets, ja. Dit is dus de met karamel en noga en pretzel. Vooral met die pretzel erin lijkt me heel lekker. Ja, dit vind ik heel lekker.
Ja, dit is de eerste waarvan ik echt zoiets heb van wow, hier maken die gekke smaken hem beter dan gewoon een normale chocoladereep. Ja, ik vind die caramel zeezout heel lekker in. Ja, maar je proeft die pretzel ook wel echt. Ja, ja echt ik vind deze wel echt het lekkerst, ja. Dit is wel echt duidelijk de winnaar. En welke is het? De caramel amandel noga pretzel zeezout. Nog wat. Dus. Oké, okay, deze heeft wel echt gewonnen jongens. Dus als je een nieuwe reep wil proberen, zou ik denk voor deze gaan. Ja. Of inderdaad, ja, deze witte. Kan hij is wel chemisch, maar hij is wel. Ah, ik vind hem wel lekker. Hij is wel op zich wel lekker. Ik vind hem wel lekker. En van deze zou ik echt, ja, voor de ik melk. Ik zou ze gewoon niet pakken. Nee, misschien niet. Ik zou je 4 euro lekker in je zak houden. Ja. Nou jongens, dit is dan alweer het einde van deze video. Ja. Ik ben heel erg benieuwd welk product jullie het leukst lijkt om te proberen. Ik zou, als ik iets moet aanraden, toch die pizza bitterbal een keertje proberen. Ja, misschien wel. Ja. Ik denk het eigenlijk ook wel. Omdat ik wel zoiets heb van, is wel echt grappig om te proberen. Ja, precies. Ik vind het grappig en ik vind ze ook oprecht wel gewoon lekker. Ja, en ik vind die chips met satésaus ook wel lekker. Ja. Maar... Ik liever gewoon normale chips. Ja, oké. Okay. En deze dus, met de pretzels. Ja, ik vind het wel een raar fenomeen dat ze voortaan, zoals we net ook al zeiden, al die soorten eten aan het samen duwen zijn. Ja, klopt. Bij Lees hadden ze toen ook al, wat hadden ze, KFC en Subway en Pizza Hut. Ja, klopt. Ook apart, volgens mij ook niet per se een heel groot succes of zo. Nou, die Subway was wel echt lekker. Nee, hij was wel lekker, maar ik geloof niet dat heel veel mensen dat kopen. Nou, maar nu heb die Subway dus, denk ik wel hoor. Nou heb je weer met mayonaise en met satésaus, dan komen ze de volgende keer mee. Ja, van alles. Cola smaak of zo. Dat lijkt me echt heel goor. Ja, mij ook. Maar ik ben dus heel erg benieuwd welk product jullie graag zouden willen proberen. Laat het dus zeker even weten in de reacties. En vond je deze video leuk, doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om even te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te zetten. Zou je me heel erg blij maken. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!